het vroege moment al in de zaal zitten. Ik moet zeggen, ik vind het hartverwarmend wat dit gebeurt voor Metine. Metine is al heel, heel lang een vriend van mij. Ik ken hem van zijn beginperiode hier in België, toen we samen op pad gingen met het Turks-Nederlandse woordenboek onder de arm om al zijn paperassen hier in orde te brengen. En later school te zoeken voor Merwe en zulke dingen meer. Zo lang ken ik hem al. En het is een vreselijke slag van het lot wat hem nu is overkomen. Maar wat mij zo getroffen heeft toen ik hem zag, was eigenlijk die levenskracht die erin zit. En die wil van Metin om er het beste van te maken. Want hij kwam praten over van als hij iets beter zou zijn, dat hij in Turkije zou zijn. En dat hij zou genieten van de zee en de goede lucht. En het lekkere eten. En ja, en ik vind het gewoon fantastisch. Dat programma gaat hier duren tot 3 uur deze nacht of zo. Ik vind het fantastisch dat al die oud-leerlingen, al die vrienden hier ook klaarstaan om dit nu te doen. En ik weet dat het de komende en de gaande man zal zijn van het publiek hier vanavond. En ik ben daar eigenlijk heel gelukkig mee. Bedankt allemaal. Oké, welkom iedereen. Ik ben Moufad Radoun. Ik ben muzikant en componist en ik ken Metine sinds ook het begin. Wij hebben een beetje van alles gedaan qua muziek en groepen ook en koors en cursussen overal in Gent. En inderdaad, de gelegenheid is een beetje triestig voor Metine, maar we zijn er allemaal hier voor. En ik dank jullie speciaal voor jullie steun en ik reken op jullie om van dit evenement echt een fantastische avond te kunnen maken. We hebben vanavond 24 artiesten, dus we gaan proberen een beetje te draaien. Het is een beetje line check is een beetje vervelend voor jullie oren, maar we gaan onze best doen. Bedankt en we gaan starten. Dank u. Ik laat alle muzikanten hunzelf voorstellen, het is beter denk ik. In eer van Metine gaan we een reis door Zuid-Amerika doen. Niet jaren.